Zo, goedemorgen. Ja, wakker, aangekleed. Ik moet natuurlijk nog even iets met lange mouwen aan, maar dat doe ik straks. Nu nog niet, voordat ik wegga, want het is altijd heel warm in huis. Dus ik ga even snel make-up doen en dan... ik ga niet te veel doen. Ik neem gewoon echt alleen maar eyeliner, mascara. Oogpotlood. That's it. Mijn lippen meestal treatment op dinsdag. Nou goed, ik zie je straks. Ik heb de camera aan. Dus we gaan weer naar beneden en we gaan de adventskalenders doen. Ja, alleen maar de chocoladekalender. En de chocoladekalender, ja. En iedere keer vergeet ik dat ik... Oh, donker! Zo. Oh, je hebt een luisteraar staan. Oh, echt? Oh. Ja. Maar, ben ik dat helemaal vergeten. Oh, dat is mijn deo. Schrikkelijk kapot. Zo. Blijf. Zo. Hop. Lamp aan. Ik heb... Nou, wat heb je? Een sterretje. Heb je een sterretje? Jongens, ik heb een sterretje. Echt waar? Heb je wel 4 open gemaakt dan? Jo. 4 toch? Of 3? 4. Jongens, ik heb een chocoladesterretje. En ik ga nu even opeten. Ja, en ik heb nog een schaap. Nou, dan kan ik er een schaap op. Er is een heel andere schaap bij kerst. Nog zoiets. Ja, bij 4, hè? Ja, en ik heb Scar, die er niet uitkomt. Oh, moet ik hem helpen? Ja. Sky, nee! Rare Sky. Ja, Sky wil het overal heen, hè? Zo. Daar is Sky. Even mijn openmaken. Want het is wel erg licht. Ah, haar in de stiekjes. Jongens, en ik heb weer... Het zijn van die... Ik heb Sky! Haar slash armbanden dingen. Die zijn altijd zo makkelijk, vooral met kerst. Ja. Je haren dan vast hebt, dan doe je dat. En als je ze dan los wil, dan is het zo makkelijk en je hebt ze dan weer heel mooi los hangen. Dus ik ben wel heel blij mee met deze. Hé hey, jongens, en ik heb voor de zoveelste keer weer Sky. Voor de zoveelste keer? Ik heb Sky. Sky. Van Pop Show. Ja. Ja. Goed. Zo, eventjes Dylan wegbrengen naar school. Of naar de taxi. En dan ga ik door naar werken. En dan ben ik daarna weer terug. Ik neem de vlog nooit mee naar werk. Doe ik niet, want het hoort niet. Ik vind dat gewoon niet kunnen. Mijn werk wil ik privé houden van dit. Bye. Okay. Bye bye. Bye bye. Hi. Hey, ik ben terug van het werken. Ik ben net even naar de winkel geweest.
eigenlijk een beetje updates geef ik iedere keer van wat ik iedere dag heb gedaan. Maar ik ga heel eventjes gaan boven cadeautjes inpakken wat ik heb gekocht nog extra. En niet voor nu, want Sinterklaas is al geweest bij ons. Maar in ieder geval voor kerst. Want dan heb ik dat vast ingepakt. En heb ik dat allemaal goed en dan moet ik verstoppen, want anders gaat Dylan rondlopen. En dan ben ik verder weg van huis. Ik ga dit ook niet opnemen, want ik weet dat Dylan kijkt. Dus het gaat hem niks aan wat ik aan cadeautjes voor hem heb. Voor kerst. En zo. En dan zie ik jullie straks weer. Ik ben moe. Ik heb vandaag de hele dag niks meer gedaan. Nou ja, ik heb wel wat gedaan. Ik heb afspraken gehad en zo. Maar ik heb vandaag voor de rest niks meer gedaan. Na die tijd. Dat Dylan thuis kwam. En nou, net gegeten, Dylan ligt in bed. Te zingen nog. Het is morgen 5 december. Ook al heeft hij zijn cadeautje al gehad voor 5 december. Gaat hij door met zingen, want hij hoopt dat Sinterklaas alsnog een keer komt morgenavond. En ik heb het een beetje gehad met Sinterklaas. Maar goed, deze video editen. En die ga ik morgenochtend uploaden. Morgen wordt een hele leuke dag. Want morgen ga ik naar de kapper. En morgen ga ik bij de kapper. Ik heb het warm, zie je dat? Mijn hele wangen rood. Ik heb het zweet, breekt me uit. Ik heb ik ga morgen naar de kapper toe, Herwold, hier in Eibergen. En dan ga ik zitten. En ik laat me verrassen. Ik wil iets anders, maar ik heb geen flauw idee wat. Ik wil mijn lengte van mijn haar houden. Dat is één ding wat zeker is. Maar de kleur, ik word er zo strontziek van. Want ik heb blond, maar ik heb van mezelf ben ik grijs. Als je geboren bent met rood haar, word je ook heel vroeg grijs. Ik heb echt wel een beetje grijs, asgrijs blond hier in mijn uitgroei zitten. Ik wil niet zeggen dat ik asblond ben, want ik weet gewoon dat het grijs is. En ik wil daar vanaf. Ik wil eigenlijk een kleur. Het allerliefste een rood tint met fel roze of met fel rood en felle kleurtjes. En echt de kleurkleuren. Maar dan wel in rood tinten. Rood, roze. Tinten. Zelfs afgelopen nacht gedroomd dat ze het bordeaux rood hadden gemaakt hier zo, weet je, die uitgroei zo, bordeaux rood. En dat het overliep in fel roze, zo balieus fel, fel roze. En ik vond me dat toch gaaf. Maar ja, goed, ik weet niet wat ze gaan doen, ik heb geen flauw idee wat hun idee is. Ik heb wel aangegeven, ik wil niet grijs, want dat ben ik al. En ik wil niet zilver. En ook niet wit blond, want ik vind die dingen, die vind ik echt zo lelijk, die kleuren. Bij mij, maar dat komt omdat ik een hele lichte huid heb. En dan, ik moet echt een keer weer mijn gezicht, is iets heel erg grijs. En dan zie je dat, helemaal rood. Helemaal rood aan het opzetten, maar dik. Ik weet niet wat het is. Ik heb wit brood gehad, misschien dat het dat is, weet ik niet. Nou goed, in ieder geval, ik ga... Of ik moet ineens allergisch zijn voor pinda's, maar dat lijkt me niet. Gaan we er niet vanuit. Ik ga deze video editen, morgenochtend uploaden. Als ik klaar ben met editen, ga ik... op tijd naar bed, want ik ben echt moe. Gisteren was het heel laat geworden. Ik heb gisteren heel lang met die video van vandaag, zeg maar, bezig geweest om in elkaar te zetten. Ben ik echt heel lang mee bezig geweest. En het wou niet, want het tweede stuk, zeg maar, dat ik van de trap naar beneden liep, daar had ik muziek op de achtergrond, omdat Dylan dat graag wou. En de eerste keer had het muziekje niet gepakt. En daarna had het muziekje wel gepakt. Maar was het zo, had ik het vergeten de muziek zachter te zetten. Toen had ik het weer geprobeerd. Had ik het weer opgeslagen.
Weer alles erop gezet en toen deed weer het nummer het niet. En toen ben ik weer opnieuw begonnen, heb ik weer opnieuw die video helemaal in elkaar te flansen. Deel 2 weer opnieuw aangezet, muziek eronder gezet, heel iets zachter gezet dan mijn stem. En toen is het eindelijk gelukt. Ik dacht dat er geen einde aan kwam. Ik was gisteren begonnen om 9 uur of zo, 8:30 met editen. Ik was 11:45 klaar of zo. Ik dacht echt dat ik gek werd. En het wou niet lukken. En dit wou niet lukken. En dat wou niet lukken. En ik dacht echt van, oh, laat me zitten. Ik wil er niet meer. Ja, laat me zitten. Dat ken je niet. Maar dat kan ik niet. Want dan moet ik doorgaan. Hallo. Yes. Dus ja, goed. Oh, kijk nou, man. Het doet ook zeer. Het brandt ook. Nou ja, we zullen zien. Dus gewoon denk ik, denk dat het de verwarming is of zo, de hitte van de verwarming. Nou, gaan we vanuit. Huh? Ik ga stoppen. Ik ga vanavond op tijd naar bed. Morgen vroeg op. Morgen gaat Dylan gewoon naar school toe. En morgen heb ik een ochtendje voor mezelf. Ochtendmiddagje. Moet lekker bij de kapper houden. Ik heb zin in. Even een momentje voor mij creëren. En dan moet ik daarna weg naar huis. En dan zie ik wel weer verder. Ik heb geen flauw idee wat morgen gaat brengen. Ik ga de camera meenemen. Ik ga morgen ook filmen daar. Dat mag ook. Ik ga dus de verandering filmen. Dus echt om haar loshangen in de spiegel en hoe het eruit ziet. De tussenstappen die zij doen en het eindresultaat natuurlijk ook. Als ze aan het feunen zijn nog even en dan daarna het eindresultaat. En dan ben ik wel heel nieuwsgierig wat het gaat worden, want ik wil van deze kleur echt af. Ik wil een beetje een... ik weet niet eens welke kleur ik wil. Ik weet ook niet wat ik mooi vind. Ik vind bruin ook mooi, maar bruin vind ik wel weer te... raar staan bij mijn huidskleur. Ah ja, we zullen zien. Ik ga afsluiten. Doei.